Erg rustig is het aan de oude vestinggracht in Groenlo. Dit is de favoriete visplek van de meeste leden van de Groenloze Hengelsportvereniging. Enkele vissers hebben zich vandaag aan de kade genesteld, maar veel geluk hebben ze nog niet. Het is Oostwind en dan, uh, ja, dan vangt het gewoon slechter. We hebben hier afgesproken en dan gaan we hier vissen. Dus uh, het is hartstikke mooi hier. Maar... Het water is 1 uh, of 2 graden en uh, we hebben vandaag uh, noordenwind. Dus uh, eigenlijk. Uh... Ja, Zijn de verwachtingen niet hoog? Hoge verwachtingen heeft de vereniging wel bij de mogelijke verkiezing tot Hengelsport-hoofdstad. Ja, ik zeg, ik vind het wel top. Het, 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 het verbaast me zeer. Ik wacht met spanning af hoe het verder verloopt. Het, het, vandaag de 20e is de officiële sluiting. Nou, en dan zal Ahoy uitmaken wie genomineerd wordt. Actief sportvisser Jan Bosman van de Hengelsportfederatie vindt het erg knap hoe ver Groenlo nu al gekomen is. Ja, dat is heel knap. Als je kijkt naar een plaats als Groenlo is het natuurlijk uh, niet de grootste plaats van Nederland, uh, behoorlijk in, in een uh, dunbevolkt gebied. En als je dan kijkt wat daar uh, aan meedoet aan die hoofdstad van Nederland, dat zijn grote plaatsen als Rotterdam, Breda. En als een plaats als Groenlo die voor kan blijven, is dat uitermate uh, goede prestatie. Uitermate goede prestaties worden nog niet geleverd aan de waterkant. Dat is niet erg, want dat is niet het enige doel van de vereniging. Het is uh, genieten van de natuur en uh, rustgevend. En ik, ja, ik mag graag vissen en ik mag rustig de hele dag aan het water zitten. Daar uh, dat verveel ik me nooit mee. En uh, ja, toch wil je proberen erin te vangen. De uitslag van de verkiezing wordt 3 april bekendgemaakt.